het wegvallen voor de rest van dit seizoen van Thierry Ambrose. Die zal niet meer in actie komen normaliter voor de ploeg uit Breda. Plus het gegeven dat een aantal mensen bij NAC er toch wel redelijk doorheen is komen te zitten in de afgelopen weken. Dit is een mogelijkheid. Voor het doel op dit moment Muren en Friday. Het is de vierde minuut. Tweede voorzet. Maar kan het niet zo zijn dat dit zonder goals blijft? Fernandes. Deze bal wordt er onderweg uitgehaald voordat Bertrams in actie hoeft te komen. Dat is de ploeg van de advocaat bespaard gebleven. De tussenkomst zojuist van Floranus. Achterin Angelino en de ingooi komt van Floranus. Friday. Floranus. Samen raken ze de bal kwijt. Twee kanten opgekund deze bal. Hij gaat naar de linkerkant. Komt van Van Moorsel en belandt bij Floranus. Ja, eenmaal aan de wandel wordt hij lastig tegen te houden. Eigenlijk zou tevreden voor het doel moeten staan. Gaat naar rechts. Dit kan ook Fernandes. Een aantal mensen staat nu op de bal te wachten. De bal bij de eerste paal hard ingeschoten. Twee tegenstanders tegelijk kwijt. Floranus. Ook dit is goed gevoetbald. Deze bal is erg lang onderweg. NAC vaker gekregen in uitwedstrijden, maar uiteindelijk stond het dan met grote regelmaat toch met lege handen. Floranus uit balans. Voordat hij van het veld. Dit is een keurig driehoekje. Floranus. Floranus. En nu. Ik denk dat hij een beweging te veel maakt. Ontbreekt dus nu aan het begin van de tweede helft. Deze bal is uit geweest. Doorspelen en Sparta is er vandoor met Dos Santos te vertellen, maar het gebeurt niet met mensen van wie hij van mening is dat die al een overtreding maken en nu is er een overtreding. Moeilijke bal. Santos die ruimte creëert voor de bek. Terwijl die kan zich voorbij gaan. Floranus. Ik weet het even niet. Floranus. Duarte geplaatste bal. Die zit erin. Ja, die zit erin. Floranus. Iemand die rechts is, is deze bal met links knap aangenomen. Links van hem, Dos Santos. Buitenom, Floranus met wat geluk. Komt hij aan de bal, Floranus. En Fernandes. Overtreding, Floranus. Die pakt de Spanjaard bij het shirt. En sporksleden. En Fernandes. Draait zich los van Zanussi. Dit is toch een geweldig lopende aanval. Fernandes, daar gaat het fout. Die lijkt er een beetje doorheen te zitten. Duarte lijkt eens vrijwel identiek. Dos Santos is het wel kwijt geraakt. Maru Garcia, ja. Dat onderscheidt de betere voetballers. Dat heeft hij Dos Santos. Nee, dit is Floranus. Hier gaat Friday. Het wordt in een reflex, dat blijft achterwege. Fernandes. Zeker voorstellen. Fernandes is wel rijp voor een invalbeurt. Floranus. Zet makkelijk. Oh ja hoor, daar is de 2-1. En dat komt uiteindelijk door Floranus. En met name het slechte verdedigen van Fernandes. En Spierings
zorgt opnieuw voor een Rotterdamse voorsprong. Gijsselli doet die verdoet een minuut met iets wat nergens staat, namelijk dat iemand de bal moet teruggeven aan een ander. Sparta wint uiteindelijk deze scheidsrechtersbal. Ingooi Floranus. Ver ingooi. Floranus. Het is secondewerk nu.